Hey Waterman, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is voor week nummer 31. Dat is van maandag 29 juli tot en met zondag 4 augustus. Van de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Waterman, alsof deze week een week is waarbij je heel veel aandacht hebt voor je gevoelsleven. Waar je heel veel aandacht hebt voor contact met andere mensen. En het zou zomaar kunnen zijn dat je ook echt graag die liefde wat wil verdiepen. Daar lijkt deze week dan ook echt wel de aandacht voor te zijn. Ik heb het idee dat je zelf heel graag bepaalde relaties gewoon echt wat meer diepgang wil geven. Je wil jezelf laten zien. En ik heb het idee dat dat echt iets is wat mensen heel erg waarderen. Het kan ook zijn dat je dat stuk natuurlijk zelf heel erg gaat waarderen, want je lijkt echt even iets meer in te gaan brengen. En je zult merken dat dan ook die banden gewoon ja, aan twee kanten wat steviger worden. En dat is een stukje waar je dan ineens heel hard voor wil gaan. Waar je heel erg wil laten zien dat je ja, commitment hebt. Dat je het fijn vindt om er te zijn voor de ander. En dat kan een heel breed stuk zijn. Hè? Dat kan voor het werk zijn, dat kan privé zijn, dat kan vriendschappelijk zijn of in de liefde. Maar het is vooral het stukje dat je heel graag wil laten zien dat mensen belangrijk voor je zijn. En dat je daar net even dat stapje extra van wil laten zien. En meer een stukje van jezelf. En ik heb het idee dat dat Waterman vooral wel heel erg gewaardeerd gaat worden. Het is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.